Autorijschool Fadiwan. We gaan zo bocht achteruit oefenen. Ik ga zelf de bocht achteruit rijden. Ik laat jullie ook zien hoe jullie de bocht achteruit rijden. De bocht achteruit is een van de bijzondere verrichtingen wat ik kan krijgen op je examen. Dus een van de keermethodes. Dus zorg dat je met de bocht achteruit iedereen voorrang verleent en iedereen voor laten gaan in dit geval. En zorg dat je ook goed om je heen kijkt. Dus hier, we moeten een plaats kiezen om het bocht achteruit te doen. We rijden een stukje in. En hier ongeveer. Geven we richting naar rechts. En we zorgen dat we 5 meter na de bocht gaan stoppen. En zorg dat hij ook ongeveer 20 centimeter van de stoep staat, dus 5 meter na de bocht, want je hebt 5 meter heb je een parkeerverbod. Dan ga je 5 meter na de bocht staan en zorg dat je ongeveer 20 centimeter van de stoep staat. Nou, we stoppen nu. We doen het achteruit. Dus we gaan beginnen met bocht achteruit doen. Nou, we kijken eerst over de schouder, rechterschouder. Buitenspiegel, binnenspiegel, voor, linker buitenspiegel, over de schouder. We moeten goed om heen kijken, zodat we iedereen voorrang verlenen. Dus wij gaan rustig rijden naar achter. We moeten met de slepende koppeling rijden, voet bovenop de rem. Zorg dat je ook om je heen blijft kijken. Nou, op het moment dat de handvat van de deur staat aan het begin van de bocht, gaan we beginnen met rustig insturen. Dus zorg dat je ook steeds om je heen kijkt. Nou, hier ongeveer gaan we beginnen met rustig, ja, dus dezelfde snelheid, rustig rijden en rustig insturen. Dus we moeten goed om heen kijken ook, zodat we iedereen voorrang verlenen. Nou, kijk ook in de bocht als iemand komt uit de bocht. Ik stuur heel rustig, staat ik heb nog niet alles gestuurd, dus ik moet wel proberen rustig te sturen, rustig te rijden, zodat ik in mijn bocht goed kom. Dus we blijven rijden achteruit en omheen kijken, ook probeer ook te kijken in de bocht waar ik ga inrijden. Nou, ik heb alles gestuurd. Nou, ik moet ook kijken, zo in mijn spiegel daar, op het moment dat mijn auto recht staat. Nou, mijn auto staat recht, ga ik terugsturen. En op het moment dat ik teruggestuurd heb, hier staat het recht, de auto, dan ga ik ook met stuur recht houden. Dan ga ik zo langs de stoep. Zo langs de stoep. En ik ga nooit meer de stoep raken. Op het moment dat je te veel naar rechts staat, ik kan iets naar links gaan. En sta je te veel naar links, je kan ook corrigeren naar rechts. En zorg dat je ook 5 meter naar de bocht gaat stoppen. Want 5 meter, we hebben 5 meter parkeerverbod. Dus ongeveer hier ga je stoppen, dus ongeveer 5 meter. Dan heb je de bocht achteruit gestopt.